Waaruit take the fight in New York of Amerika? I cannot wait. I'm a born fighter, I'm a natural. And I want to fight, I'm born to fight. And I fight everywhere. And here you say I come, watch me, the bone crusher. Het gaat gebeuren. We gaan ervoor te winnen. Maar ik weet wel dat de tegenstander Rico is veel vooruit is gegaan de laatste tijd. Het is goed geworden. Het wordt een hele mooie partij. Voor beide natuurlijk. Maar 70% de kans dat wij gaan winnen van die jongen. Yes, I had 10 fights. I win all of the 10 fights. I think maybe 5 on KO and 5 on points. If you look my record on Glory, I have maybe 100 fights. I lost 7 fights on all my fights. And my last fight, I lose from the big champion, Sam Schild. And now from what's his name? You don't know even. So next time better. I don't care about this. Next time, next fight, I will be better. And now it's time for Rico. Rico didn't understand the first fight. Now I will teach him the second time. Hij is nu meer around aan het vechten en aan het trainen. Hij gaat meer combineren. Het is de tijd van alleen maar, iedereen is angstig voor hem, alleen maar voor de boksen. Die tijd is gewoon voorbij. Hij is meer met veel combinaties. Twee combinaties en fysiek natuurlijk. Hij is heel goed bezig. What I think about Rico now, he done a good job. Fight good with Sam Schild. In the last couple of fights he win also. But yeah, we will see 22 what is compared to me. So yeah, I hope you will be longer than 1 minute for him. Nou, ik heb liever dat het gewoon wordt uitgevochten, gewoon bij punten. Maar wel unaniem. De jury unaniem voor ons. Voor Earl. Dat is beter dan meteen een KO binnen 1 minuut of zo. Hij wil laten zien, deze reis, wat hij voor getraind heeft. Really excited to fight in USA, but in all the countries, I just want to fight. I want to show the people what I can do, and that's only the thing what I can do is in the ring. And now it's in America. I want to see everybody's heart in America and let them see what Errol Zimmerman can do. So I cannot wait. Mm-hmm.